Hey jongens, ik ben Dennis, ik ben Renske en vandaag heb ik voor jullie weer een nieuwe episode van Call of Duty 4 Proppend. En zoals jullie weten, Proppend is dus een mod voor Call of Duty 4 op de PC. Dit is op de PC en we zijn nou eerst een pakket trouwens, we zitten in Crash en jullie kennen deze mod misschien wel. En dit is ook nog eens de kerstversie, dus het ziet er fucking episch uit. En we zijn eigenlijk een beetje te laat, of te vroeg, waar ik net hoe je het ziet. Maar ja, we moeten ergens verstoppen. Wat is een goede plek? Ik weet toevallig dat je daarop kan, maar dat zal ik lezen. Maar je mag hier niet glitchen, had ik net al gelezen. Je kunt met die pakketjes gaan staan, maar dat is veel te doorzichtig. Ik denk dat de mensen allemaal gaan doen. We gaan even snel rondrennen. Ik heb totaal geen idee waar ik kan gaan zitten. Maar dit is zo awesome met deze dingen, deze mod. Echt de beste mod ever. Ik denk dat we heel even gaan kijken wat voor dingen er zijn. Ik heb eigenlijk helemaal niet gekeken wat het allemaal is. Oké, ik denk dat we nou een beetje problemen hebben. Ik ga voor tv. Hopelijk werkt dit. Het moet wel enorm snel zijn. Ik denk dat dit best een slecht iets is. Maar we gaan het toch gewoon proberen. Want volgens mij heeft hij nooit op tv op de dek staan. Maar ik moet even snel een plek vinden. Want ik, ja, deze map die ligt maar niet lekker, weet je. Er zijn andere mappen die heb ik echt super goed. Die cadeautjes, daar is gewoon helemaal niks. Maar ik zal even snel uitleggen. Als je dit wil spelen, dan moet je ten eerste dus gewoon Call of Duty 4 op de PC hebben. En dan kun je service join. Als je die service join, gaat hij automatisch dus deze soort van mod downloaden. En ik heb eerst al het IP-adressen in de beschrijving gezet, zodat je dat kon joinen. Dat doe ik niet meer, omdat de IP-adressen steeds veranderen. Dus ik zet nou een link in de beschrijving. En via die link kun je dus ook gewoon joinen. Dus we zetten hem een beetje schuin. Dat lijkt wel een beetje echter. Maar via die link kun je dus in principe ook nog joinen. Want er staan dus IP-adressen, kun je ze allemaal gewoon proberen. Ze doen het meestal allemaal. I see your... Oh, je table. Nee, ik ben geen table. Ik dacht even, ik sta op de tafel. Maar ja, via die link krijg je dus gewoon een paar in te zien met allemaal IP-adressen. Dan pak ik gewoon ergens die IP-adres vandaan. En typ die in de game en dan ja, dan kun je dus in principe gewoon joinen. Er komt nog helemaal niemand hier naartoe, dus in principe best wel gunstig. Ik weet niet hoe lang we gaan overleven. Ik weet ook niet hoe goed die mensen zijn, dus dat scheelt ook. Ik zie mensen erbij zitten van level 115, dus ik denk dat we zo weer allemaal weg zijn, want we hebben nog maar 3 man over. Er komt er nou eentje aan. Nee. Ah! Help mij, klootzak. Maar ja, in ieder geval, ik ben level 1. En ik weet niet waarom, ik was ineens gereset. Dus ja, maakt in principe bij dit ook niet heel veel uit. Ook al is het, als je hogere levels haalt, dan kun je ook andere voorwerpen vrij spelen. Dus op zich best wel vet. Maar ja, dat ja, jammer dan. Ik heet die nou The Menace, want ja, er is niks zo vet als die naam. Als ik mijn naam op de PlayStation nog ooit kon veranderen, dan zou ik het ook serieus doen. Oh, de laatste is een stoel. We hebben nog 1 minuut om een stoel te zoeken. Maar even serieus jongens, we zouden eigenlijk een petitie moeten gaan tekenen. Voor zo'n game mode in... En gewoon een Call of Duty, het is gewoon in Ghost. Hoe vet is dit in Ghost? Serieus jongen, dit is echt gewoon te goed. Dit part is de dame. Ik ben benieuwd waar hij zit. Oh, ik kan totaal niet lopen op een PC. Dat is, ik ben echt gewoon... Ik wil het niet leuk doen, maar ik ben gewoon een beetje gehandicapt als het gaat om PC gamen. Dat is gewoon niet, niet leuk. Maar ik heb ook Battlefield 3 op PC. En dat ging op zich altijd nog wel redelijk oké. Okay. Meer zeg ik niet van redelijk oké. Okay. Alleen... ik weet niet, ik speel het nooit zo. Ik ben level up, maar hij is gewonnen, dus wat gaan we nou doen? We pakken een sneeuwpap. Hallo meneer de pop. Op zich, ja, dit is wel een beetje stom, hè, daar valt ook op. Dit zijn van die dingen waar iedereen op kunt schieten. En ik heb een idee, als dat werkt, alsjeblieft. Ik heb iets heel kleins nodig. Die dingen zijn op zich ook altijd wel goed als je ze slim wegwerkt. Want, oké, dat lukt het hier niet. Ik wil eigenlijk, ik kom ergens in, maar dat kan niet. Oh, daar valt niet op, man. Kom. Als dat werkt. Nee, ik heb een super idee. Ik weet niet of ik daar genoeg tijd voor heb. Het is me 1 keer ooit gelukt. En dan heb ik moet dit voorwerp niet hebben, want dit is echt het meest lullige voorwerp wat ik ooit heb gehad. Oké, wacht, snel. Ander object. Een cadeautje. Is hij een pallet? Hij is een pallet, die achter ons. Die wil als pallet... Ah, ik kan niet springen. Hij wil denk ik op die andere palletstafel. Oké, ik denk dat ik niet genoeg tijd heb. Want wat ik wil doen... Is ook op een pallet. Oh god, wat dom hè. Laat me alsjeblieft. Oké, object. Een barrel maybe. Een barrel, ik heb een barrel nodig. Voor de pagina. Oké, nou ben ik fucked. Ik ga nog 1 keer proberen. Oké, maakt niet uit. Dit is gewoon mijn manier om dit nog even snel op te lossen. Want ik sta anders een beetje... Kan ik hier half in de muur? Nou, echt half. Dat gaan we niet doen. Nee. Oké, ik hoor iemand. Dan moet ik stilstaan. Dit was niet helemaal hoe ik het eigenlijk wil aanpakken. Maar hij loopt me nog voorbij.
Hopelijk heeft hij niet in de gaten. Wat ik wou was... daar zie je, nou, precies die pallets. Die palletstapel. Ey. Die andere kerel is af die daar was. Die palletstapel die daar zit. Oh shit. Die kerel is af. Misschien had hij mij net gezien. Oh, daar zie je ze toch. Daar zie je ze toch niet daar. Op de balkon. Ja, ik wou op die palletstapel die daar zit liggen. Daar wil ik dus ook een pallet bij zetten. Tot nu toe... ben ik nog safe. Ik wil alleen een klein stukje opschuiven eigenlijk. Zodat het minder opvalt. Maar ik zie niks. Loop door. Ik ben gewoon een plaat. Laat mij. Ik ben gewoon een plaat. Oh, hij is nou pas af. Ze lopen nog steeds mijn deelt voorbij. Dat kan nooit lang goed gaan. Deze spot is beter dan ik verwacht. Ik zweer het je. Dit was echt zo'n noodoplossing. Ik wil hem eigenlijk nog een klein beetje plaatsen. Nee. Ah, nee. Jullie bitches. Ik moet hem een klein beetje verplaatsen dat het eigenlijk niet opviel. Iets meer naar deze kant. Ja, ik kon niet meer bewegen. Er waren constant mensen rond mij. Die stoel stond er altijd al, die ken ik wel. Ook al weet ik niet dat die kerstversie iets andere dingen... Natuurlijk staan er zo nu en dan ergens wat random dingen bij, zoals dit. Maar ik weet niet of er echt dingen weg zijn gehaald. Ik weet niet of die pakketjes... Een keukenstoel. Was hier die meneer de keukenstoel hier net niet? Dat is een andere dan gewoon. Keukenstoel is een houten stoelen. De epische houten stoel. Nou, we gaan hem even zoeken. Sommige mensen die zijn dan een houten stoel. En dan ben je in de buurt. En ineens veranderen ze en rennen ze weg. Oh jongens, ik kan echt niet lopen. Helemaal niks van mijn PC gamen. Gelukkig zijn de consoles uitgevonden. Godzijdank, bravo. Want PC gamen, dat is superieur. Hè? Er gaat niks boven PC gamen als het gaat om graphics en al die shit. Maar een muis, joh. Wie verzint een fucking muis? En het zal echt wel goed zijn, sowieso. Maar ik kan er gewoon niet meer over werken. Uiteindelijk is het altijd beter. Maar nee, we gaan even op zoek naar een stoel. Die kerel, nee jongen, die kerel die wint weer. Find it now. Ja, inderdaad, we moeten hem nu vinden. Ja, die... Wat is er met die stoelen toch? Hij heeft weer gewonnen. Die gozer is gewoon geniaal. 1 seconde. Waarom verliezen we altijd alles? Ik wil ook een stoel. Stoelen blijken toch wel geniaal te zijn. Even kijken. Hebben we een matras of zo? Ik weet nog wel een plek waar ik ooit heb gezeten. Oh, we hebben ook nog een doos. Wat is het verschil tussen deze stoel en die van net? Nou, ik weet niet. Ik heb het idee dat dit geen goede plek is. Hier sowieso niet. Wat hebben we in huis? Hallo? Ga weg! Ga weg! Dit is mijn plek. Ik heb dat volgens mij ooit eerder gedaan. LOL. Ik moet hier echt weg zien te komen. Ik heb echt totaal geen... Oei, wacht. Iedereen weet dat die koelkast staan. Dat weet iedereen. Hopelijk valt dit dan niet op als er 2 staan dit keer. Nee. Ik zeg 2! Ik zeg 2! Oké, ik kan dus blijkbaar niet... Oké, ik denk dat ik nou een probleem heb. Dat is geen goede spot. Oké, we hebben een probleem. We zijn nou een lopende koelkast. We vallen een beetje op, want de koelkast is vrij groot. Weet je wat ik ga doen? Oh, lol. Dit is geniaal. Nee, wacht. Iedereen gaat op dit ding schieten. Iedereen denkt sowieso altijd deze fakers. Ik dacht het ook. Het eerste wat ik dan dacht. Er kwam nog een ding bij. Nee! Oké, dan moet ik snel zijn. Ik moet echt even snel. Een ander object. Ik heb een idee. Ik weet niet of het werkt. Ik hoop het wel. Ik heb niet heel veel tijd. Hopelijk valt dit niet op. Dat valt sowieso op. We moeten snel even een nieuw idee bedenken. Wat is goed? Ik heb een idee voor waar ik een ding neer kan zetten. Maar ik moet er iets neer kunnen zetten. En dat is daar ook. Langs dat muurtje. Langs dat ding daar. Oh shit. Ik ga sowieso dood. Want die lopen daar ook mensen doorheen. En als mensen langs je lopen. Oh shit. Als mensen door je heen lopen, dan weten ze dat je fake bent. En dat is iets dat ik ook al doe. Ik ren altijd overal tegenaan om te zien of het nep is of echt is. Oké, jij hebt het niet door. Loop snel door. Jij hebt het ook niet door. Jij hebt het ook niet door. Oké, ben fucked. Oh, yes, 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 yes. Come on, come on. Dit blijft... Nee, dit zal toch niet, hè. Ook al heb ik het al die keren net nog allemaal goed gedaan. Oké, ik ga af. Oké, maar ik overleef best lang, toch? Nou, nog niet. De helft. Nee, ik ben een muur. Ah, dat was close. Ze mogen me niet aanraken. Dat is gewoon... Boom, ben je af. Dan weten ze...
Nee! Waar vandaan, Smugs? You motherfucker. We hebben nog in één keer echt lang overleefd. Volgende keer ga ik daar een bunker tegenaan zetten. De half in, weet je wel. Dat werkt wel, denk ik. Overal wat tegenaan. Bomen. Ik weet het niet. Ik heb geen idee. Ik heb echt geen idee. Ik heb deze map echt miljoenen keren gespeeld. Gewoon in multiplayer. Alleen ja, dan niet de kerstversie. Want die kon je alleen op de PC. Maar het principe is er, weet je wel. De map is over het algemeen wel hetzelfde. Maar toch weet ik er niks van. Ja, die koelkast, matras, dat ligt er ook altijd. Dat staan ook altijd van die dingen. Daarbovenop, daar zal wel niemand zitten. Want je mag niet glitchen, want dan word je gekikt. Op zich een goed iets. Ik zou het missen, hè? Daar wou ik eerst zitten. Nou, dit is ook echt, want anders had hij eentje hoger geweest. Oh jongen, connectie. Iemand joinen, toen begon hij mij te flippen. Nee. Ah, shit, hoeveel zijn er nog? Nog best wel veel. Dan snap je toch niet dat die mensen zo goed... Die mensen zo goed verstopt zijn, dat snap je gewoon niet. Als ik straks zo'n ding kan, dan zet ik hem hier neer. Een extra bank tegenaan. Het is gewoon zo, als jij het nou wil gaan verstoppen, dan moet je van tevoren al precies uitgestippeld hebben en precies moeten weten hoe jij dat wil gaan aanpakken. Anders dan gaat het gewoon niet lukken. Oh lol, ik dacht echt, what the fuck is dat? Die pak is dus nooit iemand. Achter zie ik ook zo snel niks. Het zou best wel lelijk zijn als je gewoon daar een of andere stoel neerzet ofzo. Mr. Koelkast, zat je ook altijd al? Ja, je kunt ook niet logisch nadenken van, dat is niet logisch dat hier een koelkast staat, want dit is logisch. In dit spel is alles wat onlogisch is logisch. En dat is mis. Oké, dat is nog een keer mis, maar dat ding is toch echt. Dat is ook gewoon random shit. Waar zitten jullie? Jullie zijn veel te goed voor dit spel. Als ik nou eens een map krijg die mij goed ligt... Oh, hij heeft niemand. Oh nee, hij is gewoon... Echt gewoon 3 minuten nodig om te even. Oh, dat meen je niet. Ze winnen gewoon weer. Gewoon weer. Maar waar zit die dan iedere keer? Dat ruimt ook nog. Ja, dit wil ik alweer meer doen. Maar als ik nou ook een map krijg die mij beter ligt... Dan, oh shit. Dan komt het goed, weet je. Dit is gewoon een map waar ik even zelf ook gewoon niet weet wat ik moet gaan doen. En dan komt het gewoon niet goed. Maar als je gewoon een map hebt die ik chill vind... Dan win ik dat gewoon. Er is echt... Ik weet niet hoe die map heet. Dat weet ik zo niet met mijn hoofd. Maar dat is de Call of Duty map. Logisch dus. Maar die vind ik zo chill. En trouwens, het is niet zo heel logisch. Want je kunt hier ook gewoon Modern Warfare 2 mappen in krijgen. Hè? Je krijgt er echt alles door elkaar. Maar ik heb gewoon nog niemand gevonden zo, volgens mij. Nog 2. Hoe kan dit? Hoe kunnen die mensen zo godsgruwelijk goed zijn? Oké, we hebben weer gefaald. Hoe kan dit? Hoe kan dit, jongens? Of ja, nee, wie... We hebben niet gefaald, ik heb gefaald. Oké, alsjeblieft. Een map die mij goed ligt. Geen van al, om heel eerlijk te zijn. Sowieso niet broadcast. Ik haat die map. Dan ambush, geen broadcast. Nee, we krijgen broadcast. Ik weet niet hoe lang ik aan het record ben. Misschien dat ik straks de video aan 2 knip. Dus, why never ambush? Kan je niet. Ambush, welke map is dat ook? Is dat die donkere? Maar ja. Deze map vind ik verschrikkelijk. Echt, die hebben we de laatste keer ook volgens mij een keer gehad. Dus ik zit eigenlijk aan het denken om te stoppen. Want ik ben volgens mij best lang bezig. Ik vergeet iedere keer mijn telefoon die timer aan te zetten. Dus ik denk dat ik het hierbij afkap. Als deze video 333 likes krijgt, dan zien jullie de volgende episode. Want ik ga gelijk door met recorden. Zodat jullie weten dat er in ieder geval een nieuwe episode aankomt. Dus bij 333 likes... Komt er nu een episode. Ik hoop in ieder geval dat jullie dat leuk vinden. Dat jullie gaan liken. En dan zien jullie als het goed is deze episode binnen 2 dagen weer op mijn kanaal. Dus tot dan. En houdoe.